Had ik echt zo niet idee. Ik ben vandaag weer met RuneScape Road to Dragon Slayer. De vorige keer ben ik hier gebleven. En ik zie hier dat we RuneScore to the top hebben. We've added over 130 achievements. Zo. Oké. Nee, dat betekent dus dat we daar ook nog wel wat mee kunnen doen. Ik weet niet hoe dat precies in werking wordt gezet. Maar ik denk dat het gewoon mogelijk moet zijn als ik bijvoorbeeld een level weer omhoog ga of zo. Of iets in die richting. Oh, een smoldering lamp. Nou, die kan ik wel even weer gebruiken op mijn Breo, dus als de vorige aflevering. Hop. En ik ga nog even wat tuna's bij halen, want we hebben er dus sowieso nog 8 plus 10 hebben we. Dus dan moeten we er misschien van 18 of zo voor kopen weer. Dan kan ik weer eventjes mee door. Even deze Unjet Diamond even voor 100. Hop. En dan weer even tuna's kopen. Nog 10. Waarschijnlijk heb ik nu gewoon te veel, maar volgens mij heb ik er wel te veel, ja. Of net niet. Begin ik te twijfelen. Nee, net genoeg. Top. Oh, mensen zijn hier ook allemaal bezig met de skills. Dus misschien moet ik daar ook even weer op mijn mail-account eventjes gaan trainen. Ja, maar wel handig als ik het straks nog een keer ga doen. Maar ja, ik zit er sowieso even over te kijken om misschien vandaag sowieso Constitution level 42 te krijgen. En wat we daarna doen, dat zien we dan wel. Oh god, mensen zijn hier heel hard bezig hier. Ik switch wel even over naar een andere lobby. Zo. Ik ga even gewoon in de UK zitten. Oh ja, dat is het enige probleem. Ja, en dan gaan we waarschijnlijk ook nog hopelijk een paar levels omhoog met Breyer. Dat zou ook wel chill zijn. In ieder geval, we zijn al level 49 met de combat. Dat is wel chill. Waarom zouden ze hier storages hebben? En counters? Waarom? Ik ben niet logisch. Pakken. En dan heb ik hem weer kapot. Level 58 maar. Oh, maar hij heeft wel Magic Armor aan. Nou, dat is wel verstandig. Hak. Hap. En poef. Ik weet ook totaal niet of ik vandaag überhaupt een level omhoog ga. Ik denk het waarschijnlijk niet. Gewoon vanwege hoeveel eigenlijk nu nog moeten om überhaupt naar level 42 te gaan. Dus ik moet wel even een keertje tussendoor weer gaan trainen. Dus
ik ga gewoon vandaar een beetje spontaan eventjes proberen op pre-eventjes twee levels omhoog te krijgen. Dat is gewoon mijn doel. En dan de rest van de combat skills, die doe ik wel nog een keer. Dan kan ik zo twee keer healen. Ja, even zien. Oh ja, ik wou ook nog een keer skills gaan trainen. Die dan waarschijnlijk nog wel veel effect kunnen hebben op prayer. Zeker de vorige aflevering, als het goed was. Dus dan moet ik waarschijnlijk de eerste komende aflevering doen als ik dan eraan denk. Ik denk het als wel. Ik moet eigenlijk gewoon wel een beetje aan denken, ik wil verstand. Misschien zijn er nog wel. Goedemorgen. Nee, maar misschien zijn er nog wel gewoon skills die ik kan trainen voor combat in het algemeen. Die een beetje helpt. Hop. Dan ga jij er maar weer eens aan. Hup. Zo, wat lekker een crit. Big boom. Volgens mij heb ik nog maar. Oh, ik heb nog maar twee keer een bones te hebben en dan. Dat is goed. Een biertje. Maar als het goed is, moet het. Of dit weekend, of de komende weekend. Of. Een van de komende weekenden moet het volgens mij dubbel XP weekend zijn. Dus misschien is het ook wel handig om dan nog even te gaan trainen. Gewoon even volop. Zodat ik dan nog eventjes goed gebruik kan maken ervan. Dat zou handig zijn. Oké. Jij wil nu aandacht? Oké, dan krijg je aandacht. Steek. Oké, je valt. Oké, okay. Hop, boem. Oké, okay, dan ga ik even healen. Zo. En dan hebben we, als het goed is, nu level 19 prayer. Woehoe. Rapid restore. Is dat toevallig ook met mijn regen te maken? Of is dat toevallig met mijn prayer te maken? Ik denk bij prayer, dat lijkt me wel logisch, hè? Oh, dat is ook altijd heerlijk. Als je twee keer van die balkjes ziet met dat die damage krijgt. Oh, dat is altijd zo heerlijk. Kom hier. Oké, hoeveel XP moet ik eigenlijk nog? 467. Delen door 15. Oké, ik pak even mijn rekenmachine erbij, nu ik toch bezig ben. Rekenmachine! 467 delen door 15. Dan hoef ik er 32 neer te maaien. Oh ja, want de bonus XP, dat werkt ook niet meer mee. Nee. Tuurlijk niet. Ah! Zo. Dan ben ik te strooien. Van alles en nog wat hier. Nou, laat ik dat ding maar gewoon draaien. Draaien, wou ik zeggen.
Nee, gewoon dragen. Scheelt me weer wat inventorieruimte. Hop. 99 in all skills. Nou, oh, dan ben ik ook wel een beetje verslaafd, vind ik. Ach ja. Zo. Zien. Nee, ik denk niet dat ik dat vandaag haal met die pre-level 20. Ik weet niet zeker. Ik twijfel het. Het gaat waarschijnlijk wel een beetje veel en lang duren, denk ik. Dus ik kijk wel een beetje hoe ver ik kom. Zo. Hier eentje die hier. Zo, dat is lekker damage. Hm, 12 damage. Ja, nee, daar doe je het voor. Echt. Dan heb ik eentje verslagen en dan komt de volgende weer. Nou, lekker. Dan hoef ik niet zoveel te doen. Dat scheelt ook wel weer. Nou, dit staat toch op de automatic, dus dat. Dus dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Oh, dat manneke is ook weg, zo te zien. Hier, kijk, de volg alweer. Oh, nu komen ze niet in de buurt. Oh ja, jij komt er nu aan. Ja, val me dan aan, Hendrik. Jongen, jongen, jongen. Dat is damage. Daar doen we het voor. Hup, weer een minder. Oké, jij wil aandacht. Skip cave. Oh ja, dit is old school. Ja, dit is echt oldschool gek. Als mensen dit kennen, ja, dan hebben ze veel goede skin gespeeld. Lijkt me wel logisch, maar hey. Next. So, Jesus. Hop, gelijk maar naar mijn heel health weekend.
Dat is ook wel een lekker nummertje. Oké, hier staat dan gelijk de volgende. Zo. Dat is pas op, OP. Oh, daar staat er nog eentje op. Level 101, gaan ze hier trainen, wat? Die onlogisch. Oh, en... Oh, nee. Nevermind, ik dacht dat hij gelijk alweer weg was. Poeft. Steak. Weer lekker veel damage. Dat is altijd wel mooi. En die is ook meer. En we gaan gelijk weer door naar de volgende. Ja, waarom niet, hè? Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Later.